Als je de vorige video gezien hebt, dan weet jij net zo goed als ik welke SQL servers er bestaan in ons demo lab en welke basistoegang we hebben tot die servers. In deze video gaan we kijken of we die basistoegang kunnen eleveren naar hogere rechten. Dus kunnen we privilege escalation uitvoeren en kunnen we ook misschien code execution krijgen op een SQL server. Dat ga ik je laten zien in deze video. En ik hoop dat jij bij het kijken van deze video denkt van... hey, dat vind ik een ontzettend leuke video. Die ga ik een likeje geven. Geef hem dan zeker dat likeje. Hartelijk dank daarvoor. En abonneer je ook even op mijn kanaal. Als je dat nog niet gedaan hebt en op de hoogte wilt blijven van de video's. En ik hoop dat jij met elke video die je kijkt weer een klein beetje bijleert. En zo ook met deze video. Rest me nog te zeggen. Mijn naam is Jonah Baselier, maar dat wist je natuurlijk al. En... laten we dan aan de slag gaan met privilege escalation en code execution via SQL Server. In de vorige video hebben we verschillende methodes gezien om SQL Servers te vinden en te enumereren. En op dit moment weten we vrij goed welke SQL Servers er zijn binnen het Active Directory domein en hoe deze geconfigureerd zijn. Ook hebben we een goed inzicht van welke gebruikers welke rechten hebben. Laten we er eens vanuit gaan dat we als normale domain user slechts een connectie kunnen maken met de database server, maar feitelijk hier geen verdere rechten hebben. Het volgende wat we nodig hebben is een privileged account en in de vorige video hebben we geleerd dat het SQL Service account meer rechten heeft op de database server en dat de database server gestart is vanuit dit account. We nemen nu aan dat we nog geen credentials hebben van het SQL Service account en dat we deze elevated privileges willen achterhalen. En een beproefde methode om dit te doen is de UNC Path Injection techniek. We gaan proberen om de SQL Server te dwingen een connectie op te zetten met onze SMB share. En wanneer dit gebeurt zal er een NTLM authentication worden uitgevoerd en kunnen we de hash achterhalen van het account waar de SQL Server onder draait en dus het SQL Service account. Deze hash kunnen we vervolgens proberen te kraken of deze gebruiken in een relayed hash attack. We kunnen namelijk een NTLM v2 hash niet gebruiken in een passed hash attack, maar we kunnen deze wel relayen naar een andere computer. Het terugrelayen naar dezelfde computer is overigens niet mogelijk. Daarnaast is het ook belangrijk om te weten dat het relayen van een NTLM v2 hash, welke we onderscheppen via SMB, alleen mogelijk is indien SMB signing uitstaat. Gelukkig voor ons is dit default alleen ingeschakeld op domeincontrollers en werken onze SQL servers niet met SMB signing. Deze aanval bestaat uit een aantal stappen en het eerste wat we willen is de SQL server dwingen om een connectie met onze SMB share te maken. Om dat te kunnen doen, kunnen we de ongedocumenteerde XP-DIR3 SQL procedure gebruiken. Wie de vorige video gezien heeft, weet dat deze procedure beschikbaar is. En laten we dit dan nog eens verifiëren met het PowerUp SQL script, welke we nog wel opnieuw moeten importeren. Dus PowerUp SQL import module. En run. Dit is prima. En laten we dan nu met PowerUp een SQL audit gaan uitvoeren op deze manier. Invoke SQL audit op de instant SQL 01. En die doen we verbose. En als we dit doen, worden weer de vulnerability checks uitgevoerd. En krijgen we zo meteen geverifieerd dat we inderdaad de XP-DIR3 kunnen uitvoeren. En deze staat hier. Dus XP-DIR3 is enabled en kunnen we gebruiken. En deze procedure laat alle files en folders in een opgegeven folder of SMB-folder zien. We kunnen de XP-DIR3 procedure starten als een privileged user. Het service account van de SQL server zal daarmee proberen de inhoud van een bepaalde SMB share weer te geven. Goed om te weten is dat wanneer de hostname in het UNC pad van de SMB share opgegeven wordt als een IP-adres, dan zal Windows geen Kerberos, maar default NTLM authentication gebruiken. In de vorige video hebben we onze eigen binary gemaakt om te communiceren met de SQL server. We konden hierin SQL queries opgeven en laten we deze theorie hergebruiken. Belangrijk is om nu een query te maken welke XP-DIR3 uitvoert tegen een niet bestaand SMB share op onze Kali Linux machine. En de code die we daarvoor gaan gebruiken is een kleine aanpassing op deze code die we in de laatste video hebben gebruikt. En deze ziet er dan als volgt uit.
Wat we hier zien is dat we hier weer authenticeren en dat we hier de volgende query gebruiken. We gebruiken de execute master xp dir3 om vervolgens net een SMB path te connecten, welke verwijst naar onze Kani machine op 192.168.10.4 en een niet bestaande SMB share genaamd test. En dat commando wordt dan vervolgens uitgevoerd vanuit de context van de SQL server. Dit is het programma, daar kunnen we in ieder geval de SQL server mee forceren om te authenticeren tegenover ons. En het volgende dat we willen doen is het opzetten van een SMB share op onze Kali Linux machine. Zo. Dat is onze Kali machine. En een mooie methode om dit te doen is om responder te gebruiken. En responder antwoordt eigenlijk op elk SMB-verzoek dat hem gestuurd wordt. Komt er een SMB-verzoek binnen, dan zegt responder, yes, ik ben die SMB-share, dus authenticeer tegen mij. En vervolgens captured responder de hash. Dus laten we dan responder eens starten met sudo responder -i eth 0 en eventueel verbose. En even controleren of ook SMB gestart is. SMB server is gestart en luistert. Dus dat is netjes. En het volgende wat we moeten doen is simpelweg het uitvoeren van onze binary. En dat kunnen we dus weer doen vanaf de client. En op de client heet deze binary SQL Connection test nummertje 3. En als we deze uitvoeren krijgen we een authentication succesvol. En als we terug gaan kijken op onze Kali machine, zien we dat er inderdaad connectie is getracht te maken met onze SMB share. En responder heeft gezegd, ja, ik ben nummertje test. En authenticeer maar tegenover mij. En vervolgens hebben we deze hash gekregen. Laten we responder eens stoppen. En wat we hiermee geverifieerd hebben, nogmaals, is dat de SQL server draait onder het SQL service account. We kunnen nu deze hash proberen te kraken. En dat gaan we doen met SQL hash.txt. Dit is de oude hash, dit is de nieuwe hash, save. En het volgende wat we kunnen doen is het uitvoeren van hashcat. Hashcat op de modus 5600 voor NTLM. Als inputpad SQL hash.txt. We gaan hem de wachtwoorden opzoeken uit het rocku alt.txt bestand, welke wat kleiner is gemaakt dan de normale rocku lijst. Dat versnelt het proces van deze demo. En tenslotte sluiten we hashcat af met force, omdat we hashcat draaien op een virtuele host zonder fysieke hardware. En normaliter zou hashcat zeggen, dat doe ik niet, maar met force doet hij het alsnog. En als we kijken, dan kunnen we deze hash inderdaad kraken. En het wachtwoord van het SQL Service Account is password 123. We kunnen dezelfde aanval ook uitvoeren zonder de custom binary te triggeren met PowerUp SQL. Dus laten we responder nog eens een keertje starten. Niet deze, maar deze. En we gaan weer terug naar de client waar we vervolgens invoke een SQL UNC Path Injection gaan doen. En we geven op dat de listening server 192.168.10.4 is. Copy, paste. Dit is het commando wanneer we dit uitvoeren. Maak die connectie. En gaat hij zo meteen proberen om een UNC Path Injection te doen. En als hij dat doet, dan vangen we de hashes weer op onze responder instance. Daar gaat hij, injecting UNC path. En wat we dan gaan zien op onze responder is het volgende. En uiteraard zijn al deze hashes hetzelfde. Ze komen allemaal af van SQL service. Alleen omwille van de salt ziet de hash er anders uit. Maar uiteraard is het wachtwoord van het SQL service account altijd hetzelfde. En dit werkt dus net zo goed als onze custom binary. Laten we responder eens annuleren, zo. En de binary gaan stoppen, zo. Aangezien beide SQL servers onder hetzelfde service account draaien, hebben we nu de credentials voor beide SQL servers in het domein.
We weten echter niet welke rol dit account heeft op de SQL 02 server. En laten we dat dan eens controleren, wederom met de SQL dump info. Zo, en alle info wordt weer verzameld op de desktop in separate files. En wat we interessant vinden is het databases bestand. De CSV die laat zien dat er een database is. En die database die heet app database nummertje 2. En we hebben hier het SQL service account. En dat is de database owner, ofwel de DBO op deze database. En we zijn ook wel benieuwd naar de server role members. Laten we even kijken waar we die kunnen vinden. Server role members. En wat we hierin zien zijn alle sysadmins. En we zien ook dat het SQL service account hier niet in voorkomt. En dus dat op SQL 02 het SQL service account geen sysadmin is op de database server. Laten we eens kijken of het service account misschien wel elevated rechten heeft op de lokale computer van SQL 02. Invoke command computer name SQL 02. En vervolgens kijken we in de administrators op SQL 02. En als we in de administrators kijken, dan zien we hier een SQL Power User staan. En mocht je de vorige video gezien hebben, dan weet je ook dat het SQL Service Account inderdaad onderdeel is van de groep SQL Power Users. En dus kunnen we aannemen dat het SQL Service Account dus lid is van de administrators en administrator is op de SQL 02 machine. Sinds we de NTLM V2 hash van het SQL Service Account kunnen onderscheppen, kunnen we deze ook relayen naar de SQL 02 server. Wat we hier gaan doen is proberen een reverse shell te starten als het service account. En dit kunnen we doen met de NTLM Relay X tool van Inpacket. Wat we doen is in 5 stappen het volgende. We triggeren op eenzelfde manier de connectie van de SQL server naar onze machine. En op onze machine onderscheppen we de hash. We hosten een malicious payload op onze eigen server en we activeren de payload via PowerShell op SQL 02 en dit kunnen we doen via de SQL Service hash. We krijgen een reverse shell onder het SQL Service account op de SQL 02 machine. En we gaan het volgende dus doen. We gaan een eerder gebruikte download cradle gebruiken en die download cradle die ziet er zo, niet zo, bijna zo. Zo dan. Dit is de download cradle die we gaan gebruiken. We doen een invoke web request naar onze Kali machine waar we een lol.txt bestand gaan hosten. Wat feitelijk gewoon een exe is waarvan de exe extensie gerenamed is naar txt. En die zetten we in C Windows Tasks en die noemen we lol.exe. En wat volgende wat we dan gaan doen is lol.exe uitvoeren waarmee we dus een reverse shell krijgen. En we willen graag dat dit dus wordt uitgevoerd op de SQL 02 server. Als het SQL Service Account. Laten we dan op onze Kali machine deze payload gaan maken. Terug naar Kali, waarmee we met MSF Venom een standaard reverse shell bouwen. Op deze manier een shell reverse TCP naar de Kali machine als listener op port 8888. De output format is een exe, maar ik noem hem lol.txt en ik zet hem op de desktop. En dan gaan we onze PowerShell cradle encoden met base64. Dat is wat makkelijker als iets over de lijn gestuurd wordt. Dat voorkomt fouten. En dit kunnen we doen in PowerShell. We kunnen PowerShell gebruiken op onze Kali machine of gewoon PowerShell op de client. We zitten op Kali, dus laten we PowerShell op onze eigen machine gebruiken. Waarbij we feitelijk zeggen, nou, wat is dan onze payload? En dat is dus die download cradle. En deze gaan we omzetten naar bytes op deze manier. En vervolgens willen we de hexwaardes hebben van deze bytes. En dat ziet er dan als volgt uit. En dan krijgen we de volgende hexadecimale string. Dus we hebben onze base64 string in place. En laten we nu lol.txt eens gaan hosten en een listener gaan starten. Waarbij we dus uit PowerShell kunnen. Laten we
Ja, laten we een Python 3 HTTP server starten. HTTP server op port 80. En dat moeten we doen als sudo. Die draait. En wat we hier dan gaan doen. Zo. Is het starten van een Netcat listener. Netcat op poortje 8888. En nu we dit alles in place hebben, kunnen we onze aanval starten. Laten we Inpacket NTLM Relay X starten met de No HTTP Server flag, zodat deze geen HTTP server start. Deze hebben we immers zelf al draaien. NTLM Relay X gebruikt standaard SMB versie 1, maar aangezien deze default is uitgeschakeld in Windows 2019, gebruiken we de -SMB 2 support flag om te werken met SMB versie 2. We geven uiteraard ook het IP-adres op van de machine waar we naartoe willen relayen en dit doen we met de -T flag. En we geven het base64 commando op welke we uitgevoerd willen hebben op de SQL 02 server met de -C flag. En alles bij elkaar ziet dit er dan als volgt uit. Laten we een nieuwe tab openen. En deze een beetje inzoomen. En in zijn totaliteit is dit het commando waarbij ik zeg dat we een Python 3 willen starten met het NTLM Relay X Python script. We starten met No HTTP en we starten met een SMB 2 versie support. De machine waar we naartoe gaan verbinden is SQL 02, dus 192.168.10.13. En het commando dat we uit willen voeren is een PowerShell encoded commando met onze eigen download cradle. Dat is wat we hebben. En het enige wat we nog moeten doen is ervoor zorgen dat de SQL server zich authenticeert bij onze Kali machine. Dus wat we weer kunnen doen is het uitvoeren van de binary die we zojuist ook hebben uitgevoerd. Laten we deze starten. Servers started and waiting for connections. En we gaan terug naar onze client. Waarbij we... Oh, we hebben natuurlijk al die files nog. Die kunnen wel weg. Zo. En dan SQL connection test 3. Authentication successful. Laten we kijken wat er gebeurt. We krijgen iets binnen en er wordt iets gerelayed. Vervolgens wordt door het account lol.txt opgehaald. En lol.exe, de reverse shell, wordt gestart. En dus vangen we de reverse shell op met Netcat. En wie zijn we dan? We zijn NTAuthority System, ofwel administrator op deze machine. En dat betekent dat we nu een elevated reverse shell hebben. We hebben echter op dit moment nog niet zoveel rechten op de database server zelf. En laten we eens kijken naar een methode om privilege escalation uit te voeren binnen de database engine. We hebben al eerder gebruik gemaakt van impersonation technieken en ook hier kunnen we impersonation toepassen. Let op, deze methode is alleen mogelijk indien machtigingen onjuist geconfigureerd zijn. We gaan gebruik maken van machtigingen welke niet bij default zo staan. In deze demo is de mogelijkheid tot impersonation geconfigureerd op de SQL 01 server in verband met vakantie van de database beheerder. We kunnen impersonation gebruiken om een gebruiker te impersonaten op login niveau en op database niveau. Dat is overigens, we hebben twee manieren van impersonation, login en database. Maar op login niveau doen we dat met het execute as login statement. We kunnen ook database commands uitvoeren met het execute as user statement. Laten we eerst eens kijken hoe dit eruit ziet op login niveau. We gaan ervan uit dat we werken met een unprivileged account op SQL 01. Het is lastig om te kijken welke logins onze unprivileged user kan impersonaten. We kunnen wel achterhalen welke login accounts het toestaan om geïmpersonate te worden, maar niet wie het recht heeft om dan deze account ook daadwerkelijk te impersonaten. Laten we eens een query uitvoeren in de SQL Manager om ons de users te tonen welke impersonation toestaan. En we doen dit nu in de SQL Manager. We kunnen dit natuurlijk weer in dezelfde binary plaatsen en uitvoeren vanaf de client, maar het uitvoeren vanaf de SQL Manager is makkelijker. Ik kan de reverse shell sluiten. Deze kan dicht en deze mag ook dicht. Zo.
En dan gaan we naar SQL 01, waar we de SQL Manager gaan starten. En de query die we gaan gebruiken. Is de volgende query. En deze query gebruikt informatie uit de tabel. Table sys server permissions. Dat is deze. En deze tabel bevat informatie van diverse permissies. De sys server principles tabel bevat informatie over server logins. Deze tabel. En deze informatie gaan we combineren. De where class beperkt de resultaten tot alleen de machtigingen die relevant zijn voor impersonation. En de from class combineert de records uit de tabel sysserver permissions en sysserver principles middels de velden grant principal ID en principal ID. Grantor principal ID moet ik zeggen. Ten slotte retourneert het select component alle unieke principles op basis van naam uit de sysserver principles tabel die aan de voorwaarden voldoet en dus het impersonations write hebben. Dit is dus de query en laten we inloggen eventjes als SA voor het uitvoeren van de query. En wanneer we deze query uitvoeren, dan zien we dat de SQL Service user geimpersonate mag worden. We weten nu alleen nog niet door wie. Nou, als we deze informatie dan wel willen achterhalen vanaf de client en niet van de SQL Server, dan ziet er dat uiteraard als volgt uit, waarbij we het query statement dus vervangen voor de query die we zojuist hebben uitgevoerd. En als we dan terugspringen naar de client, dan kunnen we deze uitvoeren met SQL impersonate test 1. Authentication successful en logins that can be impersonated. Ook hier hebben we dezelfde output, is de SQL service. We weten dus dat we een account kunnen impersonaten met elevated writes op de SQL 01 server. En dan is het een kwestie van trial and error. Kunnen we met de tot nu toe vergaarde credentials toevallig het SQL service account impersonaten? Laten we onze binaries aanpassen en testen of we als current user toevallig het SQL Service account kunnen impersonaten. En onze binary komt er dan als volgt uit te zien. Dat is deze binary. En die binary ziet er weer een stukje anders uit. Maar we proberen dus execution as login op om het SQL Service account te impersonaten. En als dat lukt, dan hebben we impersonation getriggerd. En als we dit niet kunnen uitvoeren als SQL service, dan falen we en kunnen we niet impersonaten. En als we deze binary dan weer compileren, dan hebben we hier onze tweede variant. En als we deze uitvoeren onder mijn huidige user account, welke gewoon client 01 is, dan zijn we authenticated to the MySQL server. We loggen in als client 01. We hebben impersonation getriggerd. En de database login op dit moment is SQL Service. Dus, zoals je ziet, kunnen we als client 01 het SQL Service account impersonaten. En hebben we als SQL Service de DBO role op de master database. En dat betekent dat we nu commandos uit kunnen voeren als zijnde de SQL Service. En met dat recht zijn we feitelijk ook database admin. Zelfs wanneer het SQL Service account geen administrator was op de box, kunnen we nu code execution krijgen op deze machine. Er zijn verschillende manieren om dit te doen en de meest bekende manier is door gebruik te maken van de XP-CMD Shell Stored Procedure. Omdat deze methode zo bekend en potentieel gevaarlijk is, zal het gebruik van de XP-CMD Shell procedure meestal geblokkeerd of gecontroleerd worden. Ook in onze omgeving staat deze methode dicht of open, XP-CMD Shell. Volgens mij stond die dicht. Dus laten we eruit gaan dat die dicht staat. Wat de XP-CMD shell procedure doet, is het spannen van een Windows Command Shell en parst hierin een string welke wordt uitgevoerd. En we kunnen dus met deze stored procedure code uitvoeren en de uitvoer van het commando wordt geretourneerd door de procedure, zodat we deze kunnen inzien.
omdat SQL admin een sys of SQL service een sysadmin is en wij in de context van de sysadmin kunnen uitvoeren, zijn we in staat om XP CMD shell in te schakelen. En dit doen we via de SQL Advanced Options en de SP Configure Stored Procedure, waarmee we configuratiesettings kunnen aanpassen. En omdat de kans groot is dat ook de Advanced Options uitgeschakeld zijn, gaan we deze ook inschakelen. En nadat we de configuratie veranderd hebben, gebruiken we met het reconfigure commando. We gebruiken dan het reconfigure commando om deze changes ook daadwerkelijk door te voeren. De commando's die we dus eigenlijk gaan uitvoeren, dat zijn de volgende queries. Een nieuwe version, dat maakt niet zoveel uit. En dit zijn de queries die we gaan uitvoeren. Execute SP configure show advanced options 1, waarmee we de advanced options aanzetten. En dan doen we een reconfigure om dat door te voeren. En dan doen we een SP configure XP CMD shell 1 om deze aan te zetten. En vervolgens doen we weer een reconfigure om dat door te voeren. En wat we dan kunnen doen is een XP CMD shell commando uitvoeren. En het commando dat we uitvoeren is who am I. We schakelen dus toegang in tot de advanced options. Dan tot de XPCMD shell en vervolgens voeren we een commando uit. En dan kunnen we onze binary gaan uitvoeren om deze commando's ook werkelijk uit te voeren. En de binary komt er dan als volgt uit te zien, waarbij we deze commando's hier zien staan. Show advanced options 1.comma, reconfigure.comma en etc. En hier reconfigure en dan een connectie. Dan is de XP CMD shell enabled. Dan definiëren we het commando, dat is who am I. En vervolgens wordt execute XP CMD shell uitgevoerd met het commando. En wanneer we dit te zien krijgen, is het commando netjes uitgevoerd. Executed de command. En als we deze binary dan weer compileren, laten we deze weer eens sluiten, zo. Dan kunnen we deze uitvoeren als impersonation test versie 3. En laten we dus kijken wat we nu kunnen doen. Enable de XP CMD shell executed command. En het resultaat daarvan van who am I is like the video SQL service. En dat betekent dat we nu dus via deze XP CMD shell stored procedure inderdaad commando's kunnen uitvoeren in de context van de SQL service. Maar mocht de XP CMD shell stored procedure niet aanwezig zijn, dan bestaat er nog een andere stored procedure, namelijk de SP OA create en de SP OA method procedure. We kunnen hiermee een nieuwe stored procedure maken en uitvoeren op basis van object linking en embedding, ofwel OLA. En met deze techniek kunnen we de Windows script host aanroepen en de run methode gebruiken. Dit principe hebben we al eerder toegepast toen we bezig waren met HTA files. En het maken van de procedure gebeurt dus door middel van SP OA create. Hier definiëren we het OLA object welke we willen gebruiken. En in ons geval is dat wscript.shell en de variabele welke gebruikt wordt om de nieuwe stored procedure in op te slaan. We gebruiken de @myshell_local_variable en daarna gaan we de nieuwe stored procedure uitvoeren via de spoa_create_stored_procedure. Omdat @myshell een lokale variable is, moeten we de SQL queries aan elkaar plakken ofwel stacken om ervoor te zorgen dat de variabele bestaat op het moment dat de SPOA create procedure wordt aangeroepen. Wanneer de procedure uitgevoerd wordt, kunnen we helaas de output niet zien en dit komt omdat hier gewerkt wordt met local variables. Voordat we de OLA based procedure kunnen uitvoeren, moeten we er zorg voor dragen dat de OLA automation procedures functie ingeschakeld is, zodat we OLA kunnen gebruiken. En deze setting is ook standaard disabled. Het SQL commando welke we gaan aanroepen om deze methode te laten functioneren, dat zijn dan de volgende. Laten we Sublime Text weer eens openen. En dit zijn de queries die we willen uitvoeren. We zetten de OLA Automation Procedures aan, dus op 1. Dan voeren we een reconfigure uit. Dan definiëren we een string execcmd, waarbij we een declaratie gaan doen van de variabele als een int. En vervolgens executen we OA create. We maken wscript.shell en slaan die op in de variabele. En tenslotte voeren we de OA method uit met de variabele run 0 command say who am I -all.
Dus dit is feitelijk het commando dat we gaan uitvoeren met de CMD, met de command prompt via de nieuwe stored procedure. Dat is Kali, die willen we niet. Up. We kunnen dus de output niet zien, maar we kunnen de output eventueel wel pijpen naar een lokaal bestand op de doelserver. Op die manier kunnen we in ons demolab testen of het werkt. En in zijn totaliteit gaan we dan een binary maken die er als volgt uitziet. Visual Studio. En deze ziet er vrijwel hetzelfde uit als de binary die we zojuist gemaakt hebben. Behalve dan dat we hier de automation procedures voor OLE aanzetten. Het command definiëren waarbij we zeggen oké, pijp alle output naar ctemp-file.txt. En vervolgens maken we de stored procedure en voeren we die uit. En als we deze binary dan gaan uitvoeren. En dat kunnen we doen als nummertje 4 wanneer dat die gecompileerd is. Dan zien we ook dat het commando executed is. En als we dan gaan kijken op de SQL 01 server onder ctemp. Dan zien we hier een file staan. En met de output van whoami/all. En dus weten we dat ook deze methode functioneert en werkt. We kunnen natuurlijk ook checken door een ping te definiëren. En als we dat dan willen doen, dan moeten we het commando gaan veranderen naar het volgende. Waarbij we zeggen het commando is een ping naar mijn Kali machine en doe slechts 4 pingetjes. En als we dan deze binary compilen, dan moeten we op onze Kali machine nog een TCP dump starten, zodat we het ook binnen kunnen zien komen. En dat doen we met sudo tcp dump op ethernet 0 en we vangen ICMP verkeer op. En hij luistert nu naar dat verkeer. En dan kunnen we ook deze variant gaan testen door hem te starten. Command is executed successfully. En als we kijken op onze Kali machine zien we inderdaad dat er 4 pings zijn binnengekomen vanaf 10.12, ofwel de SQL 01 machine. Dus dat functioneert prima en op deze manier kunnen we deze procedure testen zonder dat we inzicht hoeven te hebben op de SQL server zelf. Mooi. Laten we ook deze weer eens even schoonmaken. Voor de laatste methode in deze video gaan we kijken naar een custom assembly. We kunnen namelijk ook onze eigen assemblies inladen en uitvoeren. Een belangrijke voorwaarde is dat er een database bestaat met een trustworthy property, zodat we de beschikking krijgen over de create assembly command. Met dit commando kunnen we een managed DLL als een object importeren binnen de SQL server en deze vervolgens uitvoeren. En deze aanval bestaat dus weer uit een viertal stappen. En de eerste stap is, het eerste wat we gaan doen is het maken van de assembly. Als tweede CLR integration aanzetten, zodat we een stored procedure vanuit een assembly kunnen maken. Als derde het inladen van de assembly en als vierde het uitvoeren van het commando. En laten we dan starten met het aanmaken van de library. In essentie maken we hier een nieuwe class library.net framework. Dus laten we zeggen wanneer we een nieuw project gaan maken, kiezen we hiervoor een class library.net framework. Welke we een willekeurige naam geven. Sla maar op wat je hebt, zo. En start een nieuwe. En de content die we daarin gaan gebruiken van onze library ziet er als volgt uit. Wat we hierboven doen is het importeren van de variabelen. Eens even kijken. Wat we daar doen is het definiëren van een stored procedure en die procedure die noemen we cmd execute. Hier maken we een nieuw proces aan. De volgende regel starten we het cmd proces. En hierbij de argumenten -c met het commando.
En hier zetten we use shell execution op false, zodat we ervan op kunnen vertrouwen dat de command prompt direct wordt aangemaakt vanuit cmd.exe. En ook zetten we hier de redirect standaard output op true, zodat de output van de command prompt niet naar de console geprint wordt, maar opgeslagen wordt in een zogenaamde pipe. En dan starten we het proces. En dan gaan we de output van de pipe halen via de pipe property van de SQL context class. En eerst definiëren we een nieuw data record en dat record definiëren we daar. Dan starten we met het luisteren naar data op de pipe. Hier nemen we de data die binnenkomt, nemen we op. En hier sturen we deze data weer door. En vervolgens stoppen we met luisteren naar data op de pipe. Wait for exit is om ervoor te zorgen dat het CMD-proces wacht tot alle acties voltooid zijn. En tenslotte sluiten we ook dat proces. Zodra we de code in een DLL hebben gecompileerd, kunnen we de assembly gaan inladen op de SQL server om het vervolgens uit te voeren. De volgende stap is het vinden van een geschikte doel-database welke trustworthy is. Dus welke de trustworthy property gezet heeft. En dit kunnen we doen met een ander commando of een andere query. En laten we dat voor het gemak even doen op de database zelf. En dat is select name is trustworthy from sys databases. En dan zien we twee eentjes staan. We hebben twee databases. MSDB die standaard altijd trustworthy is. En ook onze custom database, de app database 1, is trustworthy. Dus laten we in dit voorbeeld de app database 1 gebruiken. We kunnen standaard geen stored procedure aanmaken van een DLL. En dit kunnen we doen door CLR integration in te schakelen. CLR wordt standaard ingeschakeld met strict security, wat betekent dat alleen signed libraries kunnen worden ingeladen. Dus ook deze functie moeten we uitschakelen. En dit ziet er dan als volgt uit. We gaan even via Notepad. We gaan gebruik maken van de app database 1. We gaan de advanced options aanzetten met een reconfigure. Dan zeggen we dat CLR enabled is met reconfigure. En dan zetten we strict security van CLR uit door een nul te specificeren. En tenslotte doen we ook een reconfigure. En laten we ervoor zorgen dat we nu de assembly in kunnen laden. We kunnen dit doen vanaf disk, maar beter is om de opslag op disk te vermijden. Laten we ervoor zorgen dat de library content in kan laden via een hexadecimale string. En deze string verkrijgen we met het volgende PowerShell script. En daarvoor gaan we even terug switchen naar de client. En dat is dit script. Ik heb dus de impersonate DLL die we zojuist gecompileerd hebben. Dus deze code. Die heb ik op de desktop gezet van deze machine. We gaan vervolgens de string builder starten op die data. We initiëren een filestream. Dan converteren we de assembly en schrijven we de output naar een file. En die file dat is SQL impersonate.test. En als we dat allemaal uitvoeren via PowerShell, copy-paste, dan krijgen we als het goed is een SQL impersonate test 6.txt. Die bevindt zich in ctemp. Laten we dan eens gaan kijken in de temp directory. En vervolgens krijgen we dan de hexadecimale string die we nodig hebben om de binary of de library in te laden. Mooi. Laten we deze zo weer eens sluiten. En om dan vervolgens deze library volledig in te laden, voeren we het volgende uit. We importeren de DLL vanuit onze hex string, dus create assembly myassembly from en dan de hex string die best wel lang is. With permission set is unsafe. Laten we de comment er even uithalen.
Wat we hier doen, we maken daar de stored procedure op basis van de DLL, waardoor we de beschikking krijgen over de CMD exec methode. We gebruiken hiervoor het create procedure statement. Eerst specificeren we het create procedure statement, gevolgd door de naam welke we aan onze procedure willen assignen. En dat is dus in ons geval DBO CMD exec. En de argumenten welke geaccepteerd worden. En dat zijn deze. Daarna specificeren we de functienaam in de assembly file welke uitgevoerd moet worden wanneer de procedure gestart wordt. En dat is de MyAssembly Stored Procedures CMD exec. En dan het laatste wat we doen is het aanroepen van de CMD exec procedure met als argument het commando who am I. En laten we dit dan eens gaan doen vanuit de SQL Manager, omdat dat makkelijk is. Laten we dan deze hele content eens hier plakken. Zo. En het eerste wat we dus gaan doen, zo, is het importeren van de DLL execute. En wat ik zie, volgens mij klopt mijn hex string niet. Incorrect syntax neer. Kali. Is een safe. Dit ziet er toch wel uit alsof het dat correct zou moeten zijn. State van Linewall, create assembly, SQL impersonate test 6 failed because assembly SQL impersonate test is not trusted. Volgens mij hebben we zojuist nog niet CLR enabled, right? Laten we dat eerst eens even doen. Dan kunnen we deze hele query kunnen we gebruiken om CLR te enablen. Laten we deze uitvoeren. Use app database 1. JSON 1-to-1. Het lijkt erop alsof de configuratie niet echt veranderd is, maar hij doet het wel nu. En dan ben ik heel benieuwd wat hij doet als ik nogmaals mijn assembly probeer in te laden. En nu doet hij dat wel vanaf mijn hexstring. Dat is netjes, command completed successfully. Het volgende wat we doen is dan de procedure maken. Create procedure, execute, dat is ook succesvol. En nu de procedure bestaat, kunnen we deze uitvoeren met het commando who am I. En dat werkt ook, want we krijgen als output like the video SQL service. Let op, het is niet mogelijk om create assembly aan te roepen wanneer een assembly met dezelfde naam al bestaat. Wanneer je dat wilt doen, moet je eerst de vorige assembly verwijderen. En om dit te doen, kunnen we het drop assembly statement gebruiken. Ook kan een assembly niet worden verwijderd wanneer een procedure is gemaakt welke hiervan afhankelijk is. En in dat geval moet de procedure eerst verwijderd worden met de drop procedure statement. En dat ziet er dan ongeveer als volgt uit. In ons geval ziet er dat dan als volgt uit. Even kijken. De procedure is DBO CMD exec. Dus die willen we droppen met de assembly MyAssembly. En this command completed successfully. En aangezien de procedure niet meer bestaat, kunnen we deze ook niet meer uitvoeren. En dat was best een pittige video, denk ik. We hebben heel wat methodes behandeld om te kijken hoe we privilege escalation kunnen uitvoeren op een SQL server. En hoe we code execution kunnen krijgen op een SQL server. Dus ik hoop dat je alles goed hebt kunnen volgen en dat ik alles goed heb laten zien. En is dat zo, geef me dan alsjeblieft een dikke like. Daar zou ik ontzettend blij mee zijn.
Abonneer je ook zeker even op mijn kanaal als je dat nog niet gedaan had. En op de hoogte wil blijven van de nieuwste video's en wil je meteen op de hoogte zijn wanneer ik een video post? Druk dan ook even op het belletje wat naast het abonneren knopje staat. Hieronder ruimte voor vragen en comments. Stel je vraag, plaats een leuke comment. En je mag je vraag ook altijd stellen in onze NL InfoSec Discord Community Server, waarvan de link hieronder ook in de omschrijving staat. En daar zijn meerdere professionals op meerdere gebieden actief. Dus de kans dat daar jouw vraag naar behoren behandeld wordt, is een stukje groter. Maar alvast hartelijk dank voor de leuke comments en de eventuele vragen of opmerkingen. Mag natuurlijk ook altijd als ik dingen doe die beter kunnen of methodes die jij kent die ik niet heb laten zien. Laat ze zeker even weten, want ook ik leer weer van jullie. Dus alvast hartelijk dank daarvoor. Dan disclaimer, die had ik misschien beter aan het begin van de video kunnen doen. Maar deze video, alle andere video's en alle andere content op mijn blog, die worden gemaakt voor Red en Blue Teamers, voor educatieve doeleinden, dus voor werk en hobby, maar nooit voor malicious acties. Dus mijn verzoek is dan ook om alsjeblieft deze content niet malicious te gebruiken. En dan tenslotte rest mij niets anders te zeggen dan ontzettend bedankt voor het kijken naar deze video. Je hebt hem helemaal afgekeken, we zijn op het einde. Dus als laatste, hartelijk dank. Een hele fijne, gezonde, mooie dag toegewenst. En uiteraard zie ik je heel graag bij de volgende video. De video waarin we het gaan hebben over SQL Linked Servers. Voor nu, tot ziens en bye bye.